dat langzame opbouwen van het gevoel, ze vinden me hier echt niet leuk. Dat is het allerergste wat er is. Och man, met dat dartboard. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel eens misgegaan. Dus wat ik daar kwam doen precies, wisten ze niet. Nou, dat wisten ze na dat half uur nog steeds niet. Want er is echt door 750 mensen niet één keer gelachen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Erik van Muiswinkel. Een cabaretier met een carrière van meer dan 35 jaar. Hij begon met spelen toen ik dat ook deed. Dat was in de vroege jaren 80. Hij speelde in theaters, ik thuis met Duplo. Erik zat in het cabaretensemble Zak en As met Justus van Oel en Diederik van Vleuten. Later werd hij met Diederik een duo en op dit moment speelt hij vooral solo. Erik heeft ook nog ongelooflijk veel televisie gemaakt. Hij schreef muziekteksten, onder andere Eén kopje koffie van VOF de Kunst. En hij was jarenlang de hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Zijn carrière is te omvangrijk om hier alles te noemen. Al zijn we in de podcast een heel eind gekomen. Dat wil zeggen, het is een hele leuke, maar ook een wat langere aflevering dan normaal. Voor de Elektra crewmembers staat er zelfs een Elektra aflevering klaar met bonusmateriaal van dit gesprek. Wil je ook toegang tot dit en ander bonusmateriaal? Word dan crewmember van het virtuele jongerencentrum Elektra. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. En hoe dat werkt, lees je allemaal op petje.af/elektrapodcast. Erik won verschillende prijzen. De zilveren reismicrofoon, de gouden televisiering, de Annie M. G. Schmidprijs, de Polifinario. Hij werkte alleen nog nooit mee aan een prijswinnende podcast. En daar kun jij hem en mij bij helpen. Ga naar www.podcastawards.nl en stem op Elektra Podcast. Je kan zelfs ook op mij, Wouter Monde, stemmen als beste host. Kost je een halve minuut en je maakt mij er in ieder geval heel erg blij mee. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Erik van Muiswinkel. Wel, Wout, eindelijk. Ja, we zijn er. Laten we gelijk helemaal bij het begin beginnen. Ja. Yeah. Want in 85 won jij met Zak en As het Leids Cabaret Festival. Ja. En waar ik altijd heel erg benieuwd naar ben, ik was toen 5. Ja. Op wat voor plekken speelden jullie toen? En vooral, ik kan me voorstellen op wat voor plekken na de winst, want dan kom je in de theaters en zo terecht, heb je je finalistentour. Maar hoe lang waren jullie daarvoor al bezig? Wij hadden daarvoor, denk ik, 5 keer opgetreden. Maar we hadden een soort op niets gebaseerd enorm zelfvertrouwen. En dat was... Nee, het is onzin dat het op niets gebaseerd was. Want het tekstschrijftalent van Justus van Oel stond zo buiten kijf, en dat kon een kleuter echt zien, dat die teksten van hem echt steengoed waren, dat optreden was voor ons eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het feit dat we die nummers hadden en dat we ze in de huiskamer voor onszelf konden spelen, dat vonden we eigenlijk al leuk genoeg. We maakten die nummers voor ons eigen genoegen. En dan was het een enorme spektakel en heel indrukwekkend voor ons als we een keer ergens mochten optreden. Dus dan traden we op in de Tijgerzaal van Artes. Een hele grote zaal, een soort aula. Ja. Voor een hbo-opleiding in Amsterdam voor fysiotherapeuten. En dat sloeg verder helemaal nergens op. Ja, we hadden dan 1 dialoog over fysiotherapie en misschien nog een liedje of zo. Maar de rest hadden we gewoon, ging over Wim Kok en Marcel van Dam en bijstandsmoeders en waar het linkse cabaret destijds aan deed. En die zaal, die trok dat wel, die vond dat wel leuk. Maar dat was niet eens een circuit, het was gewoon waar we toevallig voor werden uitgenodigd. We hebben voor de JS opgetreden in Elst, de Jonge Socialisten. Ja, daar heb ik voor de eerste keer in mijn leven Marcel van Dam nagedaan. Toen dacht ik, nou, dat werkt. En die was toen al populair. En hij is nog steeds niet dood. Kom je bij die jonge socialisten, weet je. Allemaal van die vrienden krijgen we 25 gulden in envelop. En een hele avond bier. En heel misschien nog een meisje wat met je eindje met je mee wilde lopen. En dat was het. En we hadden denk ik inderdaad 3, 4, 5 keer opgetreden. Maar mijn toenmalige vriendin, inmiddels de moeder van mijn 3 kinderen, die had ons zien optreden. God, ik weet niet eens meer waar. Maar zo'n gelegenheidsoptreden. En die zei, ja, maar dit is eigenlijk zonde. Hier moet je toch eens wat mee doorgaan.
Zij wisten al, ik deed dat al op school ook al. Ik was met Justus trouwens ook op school begonnen. Daar is het allemaal in 82 met een reunie op school. Daar is het begonnen. En wat voor opleiding was dat? Justus en ik hadden allebei het gymnasium gedaan. Oh, oké, dus het inmiddels, middelbare school. Ik studeerde Nederlands inmiddels en Justus zat op het conservatorium. En daar trof hij ook onze pianist Erik Eiger aan. En we hadden een reunietje van de schoolkrant zelf. Die bestond 50 jaar of zo. En toen belde Justus op. Die zei, ik heb allemaal teksten, kom je mee? Ga je mee zingen? En toen zei ik, ja, zouden we dat nou wat doen? Want het cabaret was echt uit toen. Helemaal uit. Ja, ja, Nederlands Hoop had eigenlijk het hele Nederlandse cabaret vernietigd. Soort van, hè, Freek en Bram. Het was echt heel duidelijk dat het ouderwetse cabaret kon niet meer. Iedereen was gestopt. En er werd in de marge wat geprutteld. Er waren wat jongelingen die werden wel leuk gevonden door kleine publiekjes. Herman Vinkers en Paul de Leeuw. En dat speelde zich allemaal af. Ja, echt letterlijk in kleine zaaltjes. En dan had je helemaal aan de top, had je nog steeds Freek. Die was solo aan het gaan. Maar die was totaal onaantastbaar. En dat was eigenlijk meer, nou ja, Frank Sinatra, weet je wel. Dat was buiten ieders bereik. En dan schijnt het dat Paul van Vliet en Seth Gijkema en Herman van Veen ook nog rondtrokken. Maar als je toen 20 was, dan merkte hij dat niet, daar ging je niet heen. Die hadden hun eigen stokoude schouwburgpubliek. Net zoals je nu 20 bent. Ja, exact. En wat er allemaal gebeurde, wij wisten dat niet eens zozeer. Dus ik was daar helemaal niet zo voor te porren. Ik zei, dat is toch ouderwets, moeten we nou? Maar vooruit, voor fuck's sake, laten we plezier hebben. En toen hebben we een stampvolle aula van onze oude school. Ja, wat toch altijd wel weer leuk is. Oude leraren en ook wel een hoop jonkies. Want er zaten ook weer brugklassers. Hadden we een zeer pittig achteraf gezien cabaretje. Want dat was een christelijke school. En Justus die gooide alles eruit. Ja. Ik heb daar met een vijgenblad voor een sollicitatiegesprek van een biologieleraar. Een godsdienstwaanzinnige biologieleraar. Die hadden we daar ook echt gehad op die school. Die man was volkomen christenfundamentalist. En die ging ons dus de schepping uitleggen. Ja, in de biologieles. Dus iedereen kende dat verhaal. En ik kwam solliciteren echt helemaal in mijn blote pik met alleen een vijgenblad. Maar ja, op de voorste rij zaten de brugklassers en die keken daar dwars onder. Dus bij de tweede voorstelling, we speelden hem twee keer die avond. De tweede keer had ik toch een maillot aangetrokken. Want de hele sketch ging naar de kloten. Het is één grote melige, slappe lach, kleren zo. En ik kwam er nooit meer overheen. Maar die sketch was wel goed. Ik heb hem later nog wel teruggevonden. Ik heb nooit wat weggegooid. Dus ik heb eindeloze dozen met de oude aantekeningetjes. Zelfs nog van ver daarvoor. Toen ik 11 was, deed ik ook al cabaretjes. En ook daar heb ik de liedteksten nog van liggen. Oh, wat goed. Maar dat was op de cricketclub. Dat was voor ik Justus ontmoette. Dat was met Lucas Asselbergs. Ja, daar deden we sportparodieën. Studio Sport nadoen. En mensen uit de club belachelijk maken en zo. Maar toen was ik inderdaad 11. En dat was de allereerste keer. Dat is overigens wel de manier waarop ik toen kennis heb gemaakt met Dr. Anders P. Wat nu in mijn leven een grote rol speelt. Ja. Want we kregen toen een LP als dank voor dat avondje cabaret. Als ik dat nu naga, ik ga nu ook nog steeds wel om met die kindertjes van die voetbal en die cricketclub. Het idee dat een kind van 11, en mijn vrienden waren dan 13 en 14, dat die een avond cabaret gingen verzorgen met een microfoon en een versterking. Dat is nu toch vrij ondenkbaar. Ja, een enkeling maakt wat muziek. Ook, denk ik. En toen eigenlijk ook, maar gek genoeg leek het alsof iedereen het normaal vond. Ja, zij doen het cabaret. Maar weet je ook hoe je op het idee kwam destijds als 11-jarige? Dat idee kwam eerlijk gezegd van die vriendjes. Die hadden het namelijk 2 jaar eerder ook al gedaan. En dat was een groot succes. En ik was daar stront jaloers op. Toen was ik dus 9 of zo. En daar was ik bij. Ik denk, godverdomme, dat wil ik ook. En 2 jaar later vroegen ze mij. Want inmiddels was het wel duidelijk. Ik deed ook de Fabeltjeskrant na. En ik was niet bang om mijn stem te verheffen. Dus toen kregen we echt een talentvol groepje. Een drummer, een pianist en een conferencier. En ik laat daar nu in mijn Dr. Anders P. voorstelling, laat ik daar ook, er zijn een paar fotootjes van, die laat ik zien. Oh, wat goed. Ja, even tussendoor, want er luisteren hier ook mensen naar die nu waarschijnlijk denken, Dr. Anders P., huh? Of überhaupt LP. Ja. Ja, LP ook. Nou ja, het was inderdaad een vinyl langspeelplaat. Ja, en Dr. Anders P. natuurlijk, geweldige cabaretier, ja. Inmiddels al lang heen gegaan. Ja, jij... 5 jaar terug is hij heen gegaan, ja. Maar Dr. Hans P. was een zeer groot artiest. Ja. Een van de grootste kleinkunstenaars uit onze geschiedenis. In de jaren 60, 70 en een beetje nog 80. Dus in mijn jeugd. Ja.
En we kregen die LP, maar dat was een verzamel-LP. Daar stond allemaal rotzooi op. Allemaal rare liedjes van C-artiesten. Maar daar stond ook Dr. Hans Peter tussen met één nummer. Namelijk dat beroemde trapportaal. We hebben nu al sinds een maand of 7 een man die in de achterkamer woont. Je kunt met commensalen veel beleven, maar zoiets is precies nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt, dat heb je van die commensaal. Had jij die stiekem het maar nooit in huis genomen met die idiote stem. Ja. En dat rare pianospel. En ik viel daar als een blok voor toen ik 11 was dus al. Ik denk, wat is dit joh? Dan ga je luisteren, er ligt een juffrouw in het trapportaal. Nou, wij vonden dat hilarisch. En toen ben ik die man een beetje gaan volgen. Ik ben een levenslange discipel geweest van Dr. Hannes P. Ik ben uiteindelijk niet echt zijn genre gaan beoefenen hoor. Er zijn mensen die daar dichterbij zijn gebleven. Ik was een hele rare mengeling toen ik jong was tussen Dr. Hannes P. En Ivo de Wijs, die hoek. Mm-hmm. Het studenticoze woordencabaret, literair cabaret. En aan de andere kant Nederlands Hoop. Ja, waar ik die hele platen uit mijn hoofd kende natuurlijk. Want Nederlands Hoop, was cool. Dat was ook pop. Dat was hip. Dat was hard. Die gingen er gewoon vol in tegen Juliana en Bernard. En seks, alles. Dat maakte allemaal niet uit. Echt jaren 70. En die mix, daar kwamen wij met een heel raar ouderwets soort cabaret. Eigenlijk voor die tijd kwamen we daaruit. Maar dat viel weer heel erg in het pannetje, want wij hadden een ouderwetse vorm. Dus, nou ja, en met wij bedoel je wij als toen inmiddels. Ja. Het zakkenaas, alleen die naam al. Want wij gingen toen door, uiteindelijk, omdat mijn vriendin zei, ja, hier moet je wat mee doen. Toen heeft zij ons opgegeven voor het festival. En toen kwamen we te spreken met de twee mannen die daar achter stonden. Harry Kies, the one and only, the godfather van impresario, van het geëngageerde Nederlandse cabaret, zeg maar, van de nieuwe golf. En Dubbel en Dwars, Jack Spijkerman. Maar later ook Waardenberg en de Jong en Zakkenas en Lebbes en Jansen en Verrek en Plezier en Vincent Bijlo en toch weer later Najib en Sanne Wallis de Vries. Het Leidse Festival is een gigantische kweekvijver gebleken. Dat doen ze, hebben ze tot de dag van vandaag heel goed gedaan. En daar kwamen wij uit de voorschijn. Ja, en toen opeens, ik studeerde Nederlands, maar dat ging niet echt heel erg van harte. En Justus was al afgestudeerd op het conservatorium en dat was nog minder van harte gegaan. Die wouden absoluut niet het land in om op middelbare scholen muziekles te gaan geven. Want dat was zijn lot. Dus toen hebben we in armoede maar gezegd, we gaan een programma maken. En we gaan gewoon het land in. En toen bleek opeens dat we 8 maanden lang 5 avonden per week konden spelen. Want er was een enorm gebrek aan kleine zaalbespelers. Het cabaret bestond uit een aantal hele grote namen die de grote zalen bespeelden. En een heleboel krabbelaars. Vinkers, Brigitte Kaandorp, Paul de Leeuw, Hans Lieberg, Waardenberg en de Jong, wij. Het was echt leuk dat dat toen nog krabbelaars waren. Dat waren echt allemaal krabbelaars. Ja. 81, 82, 83. Ja, zie maar dat je erdoor komt. Want iedereen was nog helemaal vol van Nederlands Hoop. En alles wat daarna kwam, dat kon eigenlijk niks zijn. En toen heel langzaam hebben we dat in een jaar of 5, 6, 7 weer opgebouwd. En toen, tegen de tijd in 1990, dat Hans Theo en Theo Maassen erdoor kwamen. En die eigenlijk samen met Toemler een hele nieuwe golf teweeg brachten. Toen waren wij allemaal best aardig gesetteld al. Ja. Ook vanwege de televisie. Want hoe waren die shows dan in de jaren 80? Want inderdaad, Zakkenas was lekker recht vol erin. Vol erin en toch op de manier van Ivo de Wijs. Die altijd viel zei. Viel dat overal? Of hebben jullie ook wel voor zalen gestaan die dachten, oeh, dat is. Ja. Weet je, als jij bijvoorbeeld de ene avond naar Seth Gijkema gaat. Zeker. En jij kwam een maand later bij Zakkenas. Ja. Dan heb je een heel ander programma voor je. Ja, het was een leuke tijd dat er nog mensen wegliepen, inderdaad. Is dat veel gebeurd? Nou, niet echt heel veel, maar toch wel regelmatig. Ja, we hadden regelmatig wel mot met mensen. Want ja, ze kennen ons niet zo goed. Ze gaan vaak dan van horen zeggen. Dan denken ze, nou, die jongens zijn wel leuk. Dus dat gaan we proberen. Ja, en vaak waren we dan inderdaad voor sommige mensen niet massaal. We hebben nooit zalen zo tegen de haren ingestreken. Maar dat heb je vooral als mensen niet snappen. Als ze gewoon niet op de goede golflengte zitten. Dat heb je op uitmarkten wel eens. Ik heb dat een keer meegemaakt met Verrek en Plezier. Die begonnen te spelen. En mensen kregen iets totaal anders dan ze verwachten. En die konden ook gewoon weg, weet je, in zo'n tent. Ja. Dan lopen ze gewoon weg. Nou, dat heb ik zo ernstig eigenlijk nooit meegemaakt. Hoe dat op uitmarkten ook wel eens echt heel zwaar was. Maar wat we wel hadden, was gewoon verontwaardigde individuen. Wij hadden een oorsprook, dus een verhaal wat alleen uit de klinker O bestond. Het heette homoporno moordcomplot.
Goeie titel. Joop sloft hoopvol door. Joop sloft hoopvol door Hoofddorp Noordoost. Joop boft, ook Otto, Joops droomhomo, loopt krols rond. Nou, en daar begon het. Dat liep volkomen uit de hand met een enorme grote oneuk. En ja, daar zaten toch christenen af en toe die dat niet trokken. In de provincie ook heel veel. Nou, de helft van ons programma ging over afrekenen met het christendom. We waren allebei gereformeerde jongens. Alle drie zelfs. En dat is pas een beetje gestopt toen Diederik van Vleuten erbij kwam. Want die had er allemaal geen last van. Die was keurig atheïstisch opgevoed. En toen waren wij er wel een beetje klaar mee. Maar in het begin heel veel Jezus, heel veel God. We hadden een complete een kleine Johannespassie. 20 minuten lang klassiek gecomponeerd door Justus. Waanzinnige anti-godsbewijs. Dat is echt een mooi nummer. Maar daar werden sommige mensen, ja, die kwamen dan in Veenendaal of in Zwolle of weet ik veel wat. En keurig naar het theater. Die dachten, ja, dit zijn taalvaardige jongens. Die gaan ons amuseren. Ja, en dan kwamen wij daar die kerk van ze in elkaar schoppen. Dus dat heeft wel eens kwaad bloed gezet. We hebben een grote discussie gehad in Hoorn. Toen speelde ik iemand met een hazenlimp. En dat was echt avant la lettre, hè, wat er nu aan de hand is. Dat je bepaalde dingen, ja, gaat over de ruggen van anderen. Ja. Kan je het verdedigen? Wat voor nut heeft het om deze groep nu zo lelijk aan te pakken? En daar bleek dus een vader van een kind met een hazenlip in de zaal te zitten. Bleek achteraf. En die werd zo woedend, die kon het niet. Willen jullie hiermee stoppen? Ja, echt, tijdens de voorstelling? Ja, midden in de voorstelling echt stond op. En die begon echt een tirade dat wij moesten stoppen. En die man werd met zachte hand uiteindelijk verwijderd. Onze voorstelling was volledig naar de kloten. Want dat was een kwartier voor het einde. En daar kwamen we echt niet meer overheen. Nee, ik wil vragen, hoe speel je daarna verder? Nou, het idiote is dat die man, die is boos naar huis gegaan. Die hebben we later alleen nog een brief van gekregen. Maar zijn dochter, namelijk die met de hazenlimp, die was er ook. En daar hebben we na afloop heel lang mee zitten praten. En die was heel schappelijk. Die zei, ja, ik snap precies waarom mijn vader zo boos wordt. En ik was eigenlijk ook boos. Maar ik snap nu ook wel waarom jullie dit toch wel willen doen. Het ging er juist om. Het ging om iemand. Het moest iemand met een afwijking zijn. Ja. Die een getuigenis gaf, waardoor de grap was dat het heel erg opvallend was wie dat moest zijn. Er kon er maar één zijn, namelijk die man met die hazenlimp. Maar ja, zoals het vaak gaat met iets wat je best inhoudelijk kan verdedigen. Het middeltje wat je onderweg gebruikt om de zaal aan de gang te houden, is gewoon hetzelfde als wat die mensen hun hele leven in de kleedkamer horen en op school. En dat is gewoon eigenlijk pesten. Ja. En ze zei, die grappen van jullie, die kwetsen mij niet zozeer. Maar het feit dat ik weer zo'n hele zaal erom hoorde lachen, werd ik toch weer verdrietig en kwaad. En dat is iets wat je, daar moet je altijd rekening mee houden. Dat als je een zaal meeneemt in leedvermaak. Als je op die knop drukt, die vaak makkelijk is. Ja, weet dan dat je dat doet en zorg dat je het kan verdedigen. En dat ben ik de rest van mijn leven wel bewust gebleven. We hebben een keer, het was later met Diederik samen. Hebben wij een keer, hadden we een hele sketch met Rinus Michels. Die enorm racistisch bleek te zijn. Of de dropvreters dit en de bounties dat. En echt verschrikkelijke dingen die je links en rechts in de voetbalwereld hoort. Maar die legden we in de mond van Rinus Michels. We hadden toen net die affaire met Thijs Liebrechts achter de rug. Die inderdaad iets over het zwarte ras had gezegd. En daar overigens ook toen al due diligence gewoon om ontslagen werd. Ja. Weliswaar onder druk van de spelers. Maar en Rinus Michels destijds bondscoach van Nederlands Elftal. Michels was in 1988 weer bondscoach van Nederlands Elftal, ja. Inderdaad. En wij zaten toen een jaartje of... we zaten er al 10 jaar na, ja. Het was eigenlijk 10 jaar na de grote tijd van Michels. Dus het was ook niet zo dat hij actueel was of zo. Maar iedereen kende die stem nog. En Diederik kon heel goed nadoen, beter dan ik. Er is een hiërarchie in Michels imitatoren, was er altijd. Ver bovenaan stond Maarten Spanjer. En daaronder kwamen er een heleboel anderen nog. We hebben allemaal nagedaan. Ik denk dat hij na Herman van Veen de meest geïmiteerde man van Nederland was. Maar toen kwam na een van de eerste try-outs mijn eigen vrouw op me af. En die zei, maar ik heb met tranen gelachen. Jezus, wat was dat geestig. Maar ik wist helemaal niet dat die Michels zo'n racist was, joh. Toen zei, ja, maar dat is hij ook helemaal niet. En toen werd ze meteen boos. Toen zei ze, ja, dan moet je dit niet doen. Ik dacht dat jullie een appel te schillen hadden met die vent. Zij weet niks van voetballen. En daar had ze groot gelijk in. En we hebben diezelfde dag eruit geflikkerd. Want
We konden dat gewoon niet verantwoorden. Ja. En dan druk je dus op een knop waarvan je zeker weet dat je anderhalf jaar lang heel veel plezier aan gaat beleven. Maar intussen zeg je iets over iemand wat gewoon helemaal niet klopt. En geef je het aan leken, geef je een suggestie dat daar iets met die man was. Terwijl die man was volkomen onverdacht op dat gebied. Maar dan ook echt. Dus alleen om die stem ga je dat dan doen. Ja. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. En later hebben we nog eens iets vergelijkbaars gehad met Jan de Bouvry. Ken je die? Ja, de interieurontwerper. De interieurontwerper, ja. Is hij dood eigenlijk? Volgens mij niet. Nee, of ik heb het gemist. Ik zit niet zo in showbiz nieuws. Hij is denk ik in rusten. Dat was een beroemde man. Maar die was ook op een gegeven moment heel veel op televisie. En die was ook buitengewoon zelf ingenomen. En die stond over al die interieurs te beschrijven. En hij had een bepaalde stijl. En zodra je dat goed nadeed, en Diederik kon dat ook heel erg goed, begonnen mensen eigenlijk al meteen te grinniken. Maar ja, wat moet je met Jan de Bouvry? Die speelde geen rol in een politieke iets. En die hebben we toen naar Auschwitz laten gaan. Want dat is natuurlijk ook heel apart ingericht. Met die grote, vier van die grote lichtelementen in de hoek. Waar die mensen dan 's ochtends vroeg in hun pyjama gezellig met z'n... Nou, enfin. Dat was niet zo moeilijk te schrijven. Nee. En mensen huilen van het lachen. Maar ook hebben we elkaar toen toch na een paar try-outs in de ogen gekeken. En gezegd, ja, jongens, Jan de Bouvry heeft niks op dit gebied. Echt niet. Nee. We konden het nog een beetje verdedigen met het idee dat dit soort kutprogramma's, waarin je de hele tijd maar volgens de smaak van één man langs allerlei kastelen wordt geleid en huizen en je veel te dure dingen worden opgedrongen en mensen leningen worden... Ja, je had er nog wel een geëngageerd tintje aan kunnen geven. Maar, hallo, met die bergschoenen en die bergbrillen en heel handig, efficiënt ingericht. Het was echt way too much voor die arme Jan de Bouvry, die verder nooit een onvertogen woord gezegd heeft op naar, zeg maar, op omstreden gebied. Ja. Dus dat hebben we ook snel gestopt toen. Ja. Maar dat heeft tot, het is eigenlijk het omgekeerde. Dat zijn voorstellingen, of delen van voorstellingen, waar wij zelf onszelf in de problemen brachten en niet zozeer het publiek. En ik heb zelf, want ik heb veel meer opgetreden dan alleen met mijn vaste maten en in het theater. Want ik snabbel ook. En soms met mijn maten en soms zonder. En kijk, dan gebeuren de grote dingen natuurlijk. Want nog voordat we naar de grote snabbelverhalen gaan, waar ik nu al van geloof dat er mooie dingen tussen zitten. Want hier haal je twee gevallen aan waarbij jullie eigenlijk op tijd al zeiden, dat moeten we gewoon niet doen, want dan krijg je laser. Hebben jullie ook wel eens iets wel erin laten zitten waarvan je nu of misschien pas later in een tour dacht, oeh, dat hadden we beter? Nee. Als uiteindelijk de tour helemaal vol hield, ja, dan konden we het natuurlijk tot het eind toe echt wel verdedigen. Ja, zowel met Sakkenaas als met Diederik, als later zelf. Nee, als eenmaal de première geweest was, dan stond het allemaal vast. Er zijn wel dingen waarvan ik achteraf... Nou, toevallig was laatst nog mijn Chinees op de televisie. Die kan natuurlijk eigenlijk echt helemaal niet. Maar dat besefte ik toen ook wel. Ja, wat is in het kort jouw Chinees? Nou, die is heel erg over de top lelijk Chinees nadoen. Okay, ogen tot spleetjes knijpen en een beetje... Nou, niet die dikke L in plaats van de R, want dat vond ik dan weer te flauw. Maar gewoon, ja, zoals ook Chinese mensen echt wel vaak Nederlands praten in restaurants en een beetje omheen. En wat waanzinnig knap is dat Chinezen dat kunnen, want wij kunnen nog niet een honderdste op die manier Chinees leren. Dus ik heb altijd het grootste respect, ook als ze zo praten. Maar ik had een Chinese functionaris van de Communistische Partij nodig, die mij affakkelde. Dus ik gebruikte die man om mij af te fakkelen. Ja. En ook om mij als racist te bestempelen, omdat ik eerst 18 jaar Zwarte Piet heb gespeeld en daarna nog het bestaat om met spleetogen en een hoog stemmetje Chinees na te lopen doen. En de payoff was uiteindelijk, vergeleken met meneer Muiswinkel, Kloekloeksklen is Klaviasclub Klavertje 4. Ja, uiteindelijk is dat de conclusie en daar ging het om. En absoluut natuurlijk niet om Chinezen belachelijk te maken, maar desondanks denk ik toch echt niet meer dat ik dat nu nog zou doen. Nee. Ik zou Surinaams praten, wat ik vroeger ook veel gedaan heb, Chinees. To make fun van andermans accenten en dialecten. Blijkbaar moet ik er 60 voor worden. Maar dat zou ik nu echt niet meer doen. Nee. Nou ja, en het gevaar is ook het voorbeeld wat je aanhaalt, of wat je eerder aanhaalde, dat je dan het middel en het doel hebt dat mensen
wel het middel horen. Tuurlijk. Maar niet het doel waarmee. Maar niet het doel horen, nee. Ja. Dat was overigens bij die Chinese monoloog, als hij goed ging, en dat was meestal wel zo, een reëel gevaar. Mensen moesten ontzettend lachen om die stem. Ik nam terzijde, als ik in die figuur veranderde op het podium, dat gaat bij mij heel ver. Dus ik kan ook desnoods de hele avond improviseren als zo'n figuur. Dus ik ging met pianistenlijf en ik mensen in de buurt en alles. Die toespraak liep ook altijd uit de hand. Dus die Li Chaozhe, zoals hij heette, Chinees voor hij die even appeltje komt schillen. Die ging soms echt flink uit de bocht. Maar ja, dat was wel een man met power, zeg maar. Ja. Dus het was niet een zielige pindaverkoper, zeg maar. Het was een karakter. Alleen het middel, juist van dat stemmetje, zeg maar. Nou, naar aanleiding van de COVID-ellende begin dit jaar hoorden we toch weer, ook van Aziatische Nederlanders, dat er nog steeds ontzettend veel zieke kutgrappen worden gemaakt. En links en rechts in de supermarkt, in het café, constant maar weer al die clichés tevoorschijn halen. En ja, voor een goed, welbegrijpend, hoogopgeleid publiekje in het theater moet het wel kunnen en kom je er wel mee weg. En toch voelt het dan uiteindelijk in die context van de hele maatschappij uiteindelijk niet goed. En zou ik dat nu niet meer zo doen. Maar ik heb nadenken van die hij werd herhaald deze zomer, de Olieworstelaar. Steengoed programma trouwens. Daar schrok ik echt van. Ik vond het echt goed. Zo had ik het niet in mijn hoofd. Dat komt ook omdat het tot een uur was teruggeknipt. En daar wordt ieder programma twee keer zo goed van. Het is ongelooflijk. Je maakt altijd 2 uur ongeveer. En je komt toch naar onderzaal gereden om een flinke avond te vullen. En je kan al je nummers verdedigen en de hele avond is leuk. Maar als je het op tv terug wil zien, dan moet je gewoon een uur uitknippen. Ja. En dat moet je laten doen door Koos Terpstra. Die heeft dat bij mij gedaan. Een hele goede regisseur. Ja. En ik zat zelf naar een splinternieuw programma te kijken. Dat is niet te geloven. Echt, terwijl het is 4 jaar geleden of zo. Maar ik heb er heel weinig. Ja, op extreemrechtse sites en zo. Dan hebben ze nog wel een paar van. Ja, dat zijn dezelfde mensen die altijd als mijn naam valt een fotootje van Zwarte Piet posten. Ja, nou, good luck to them. Ja. Dat weet je. Maar ik heb daar geen problemen meer mee gehad. Maar dat zou ik inderdaad gewoon niet meer doen. Nee. We gingen al richting de snabbelverhalen, wat je zei. Ja, snabbel wel. Het allerergste verhaal overigens, dat zal ik niet meteen vertellen, maar dat was wel degelijk gewoon in de Groningse Schouwburg. Netjes in het reguliere circuit. Maar ja, die snabbels, jezus. De eerste keer dat we met Sakana's echt, dat er wel degelijk een zaaltje leegliep, dat was op een studentenvereniging. Toen maakten wij een grap, dat was in Gorinchem, ergens eind jaren 80. En daar zagen we erg naar uit, want die mensen waren heel enthousiast. Het waren natuurlijk alleen maar mooie vrouwen. En het klinkt ook als iets waar destijds gewoon links cabaret, ja, lekker erin. Ja, zouden heel lekker erin, maar het waren wel echte koorballen. Dus waren een tikkeltje huiverig voor links cabaret. Ja, voor de Vlamingen koorballen, denk reuze goed. Ja, maar wij stonden overigens helemaal niet bekend zozeer als links cabaret. In grote lijnen. Cabaret. Dat was toen gewoon om te beginnen cabaret. En wij hielden er juist van om hele rechtse dingen te zeggen. Maar dan met de linkse ironie. Daar kwam het ongeveer wel op neer. Maar zeker bij Justus zat er ook een harde kern in. We hadden een groot lied wat pleitte voor de doodstraf. En bij Justus zat er een hele harde kern in van, ja, maar we moeten er misschien echt weer over gaan nadenken. En daarom werden die nummers ook goed. Want als je het alleen maar voor de lol schrijft, om te provoceren, je moet er ergens iets van menen. En er zat een hoop narigheid in die teksten van hem. Dus dat was heel goed. Maar die studenten, ja, die kunnen wel wat hebben. En zeker het gaat over seks en dat soort dingen, dat is altijd leuk. En over politiek. En toen maakten we 1 of 2 keiharde grappen over het overlijden van Koos Rietkerk. Dat was de toenmalige fractie, de voorzitter, geloof ik, partijvoorzitter van de VVD. Ja. En dat was, wij vonden dat een hele vervelende man. En die was, weet ik veel, 3 weken eerder overleden of zo. En daar maakten we en passant, we hadden het zelf nauwelijks door eigenlijk, maakten daar 1 of 2 grappen over. En om een of andere duistere reden was dat helemaal tegen het zere been. En liepen er van de 100 toeschouwers zo 30, 40 weg. En kregen we zelfs na afloop nog problemen om betaald te worden, want de organisatrice was ook boos. Want dat was niet de afspraak. En jullie, wat is dat nou? En hier een beetje onze grote Koos Rietkerk. Misschien was het wel de opa van een van die kinderen daar, zoiets. Weet ik veel. Maar dat was een wonderbaarlijke afloop. Vonden we heel erg raar. Maar dat gebeurt je wel eens. Maar dat is lang zo erg niet. Als dat je voor een zaal met reclame mensen staat. Daar heb ik met Justus ook wel gestaan. In de Lutherse kerk.
En die lui die troffen elkaar daar voor de jaarlijkse prijzenregen. Hoe de Effies of zoiets, weet ik hoe die troep heet. En die komen daar om met elkaar te praten. Ja. En wij werden aangekondigd. En door de aankondiging heen bleven ze praten. En wij zeggen, hallo, hallo, daar zijn we. Hey, hallo. En ze bleven praten. En wij hebben 10 minuten een lied gezongen en een sketch gedaan. En ze bleven praten. Die waren gewoon volstrekt niet van plan ook maar 1 seconde te stoppen met door te praten. En dan moet je na 10 minuten echt de handdoek in de ring gooien. En ik moet zeggen, die organisator, die was ook die was sportief. Want die zei, ja, dit heeft gewoon geen zin, jongens. Kon er inderdaad maar af. En we kregen gewoon betaald. Maar ze waren op geen enkele manier stil te krijgen. Want ze hadden ons niet besteld. En dit was gewoon, dat is zo vaak missen van de organisatie. Niet ingeschat wat daar leuk was. Het is vaak ook de misvatting. Zeker inderdaad bij dit soort gelegenheden. Er komen heel veel mensen samen die elkaar normaal niet allemaal zien. Precies. En dan gaan we ze dwingen een half uur hun bek te houden. Eerst een half uur hun bek, nadat ze net elkaar ontmoet hebben. Totaal verkeerd. Dat gebeurt heel vaak. Dus ik vraag daar ook vaak naar van, jongens, hebben ze eerst een uurtje de tijd gehad? Als je toch gaat optreden op een seminar of weet ik veel hoe die troep heet, dan altijd aan het eind. Want hoe is dat, als je dat nu vergelijkt, als je het nu doet, doe je het solo, denk ik, als je het nu nog doet? Ja. En toen deed je het als groep. Dan heb je nog in ieder geval, ik kan me voorstellen dat je een lied of een sketch, kan je ook gewoon doorzetten. Ja, nou dat hebben we toen ook gedaan, maar dat heeft dan echt geen zin. Het is eerder omgekeerd. Als je in je eentje achter de microfoon staat, als je als comedian vermomt, in mijn geval, of als je comedian bent, dan kan je in je eentje nog wel zo improviseren en zo doorpraten en mensen persoonlijk aanspreken, dat je alsnog iets loskrijgt. Maar juist als je een dialoogje hebt ingestudeerd, waar mensen niet naar luisteren, ja, dan houdt alles op. Ja. Juist dat gemaakte van ons, want wij hadden gewoon inderdaad een stukje programma. Een stukje dialoog, overigens wel speciaal voor ze geschreven. Want Justus kwam zelf ook uit de reclamewereld. Dus we hadden de ene grap naar de andere over die grote bedrijven ook alweer. Het ontschiet me nu. En de grote namen in de reclamewereld en over commercials die op dat moment het deden. En over de dubbele moraal in die reclamewereld. Dus we hadden echt wel ons best gedaan. Want we werden ook goed betaald. Maar gewoon 0 seconden. Dat is ook de enige keer in mijn leven dat zo duidelijk vanaf het begin en ook niet op geen enkele manier te redden was. Gewoon wegwezen. Dat is de enige keer geweest in mijn bestaan. En dat voelde nog niet eens overigens als zo'n ramp, omdat het zo duidelijk was. Ja. Ik bedoel, we kregen niet eens de kans om af te gaan. Ik heb wel veel harder gezweet als een voorstelling niet op gang komt. En dat mensen een beetje gaan morren en dat je hier en daar eens een geluidje hoort en dat er eens iemand wegloopt. En dan dat langzame opbouwen van het gevoel, ze vinden me hier echt niet leuk. Dat is het allerergste wat er is. Dat is zo gruwelijk. Gruwelijk. En dat hebben we in optima forma meegemaakt ooit. Met allereerste try-out van een voorstelling die ook een heel groot waagstuk was. Want toen ging ik samen optreden met Margot Ros. Inmiddels gezettelde naam van via Toren C. Ja, en, ja bij Toren C is zij de, als ze niet hevig in de giem zit, maar met half lange donkere krullen. Ja, krullen, ja. Ja. Zij is de kleine. Ja. Mike is de grote en Margot is de kleine. En, daar spelen allebei veel types, maar Margot is echt een waanzinnige typemaakster. En ik had bij wijze van echt, wat zijn wel experiment dat ik met haar ging optreden. En ik had een ding geschreven wat zich in de televisiewereld afspeelde. En wanneer was dit ongeveer? Dit was in 1993. En toen werden wij uitgenodigd om in die try-out fase. Toen hadden we ook nog echt niet zoveel materiaal. Maar we konden best een half uurtje doen om als gast optreden van het Groninger Studenten Cabaret Festival op te treden. Dat is altijd riskant. Als je na de pauze op een festival speelt als zogenaamde gezettelde naam. Want nou juist net op die festivals is de stemming heel erg pro-debutanten en nieuw talent. En de helft van de zaal bestaat uit familie van de deelnemers. Maar werkt dat tegen je? Dat kan heel erg tegen je werken, ja. Ja. Vooral als het allemaal te lang geduurd heeft. Meestal zijn die avonden te lang, omdat er 3 of 4 moeten optreden. Ja. En men is alleen maar bezig met die jury en met die uitslag. En dan moet je dus van hele goede huizen komen. Kijk, ze hebben, af en toe staat er gewoon een grote naam die gewoon meteen zo goed is dat mensen dat wel pikken als die netjes om 9:30 aan de beurt is. Ik heb Dr. Anders P. een keer meegemaakt op het Leids Cabaret Festival. Nou, die wilde men best aanhoren. Alleen die was weer niet van het podium te krijgen.
Want op een gegeven moment moest de jury om 11:30 echt zijn rapport gaan voorlezen. Maar Heinz was ook stokdoof en die hoorde gewoon niks en die zag niks. Dus uiteindelijk hebben we met piano en al gewoon de coulissen ingerold. Hij was niet meer weg te krijgen. Nee. Hetzelfde heb ik een keer moeten doen met Armand, weet je, de grote Vlaamse zanger. Ben ik te min? Ja, Ben ik te min. Dat was een feestavond voor Dubbel en Dwars, die namen afscheid. En Armand zou ook één liedje zingen, maar die was dermate compleet totaal van de wereld van het smoken. Dat was in de Kleine Komedie, dus die had de hele halve maansteeg al leeg gerookt. die kwam daar het podium op. En die moesten we ook letterlijk echt met de mannen in witte jassen van het podium afvoeren en zijn muzikanten erbij. Want die ging gewoon nooit meer weg. Oh, en het publiek vond het natuurlijk prachtig, dus die vroegen ja, nog één. Uiteindelijk begon hij aan zijn vijfde nummer. En de hele rest van de avond dreigde in het water te vallen. Oh, maar dat is ook een scenario. De dokter Anders P, die natuurlijk een oeuvre heeft. Natuurlijk. Die man die was gewoon doorgegaan. Die hoorde niks, die zag niks en de mensen vonden het prachtig. Jezus Maria. Maar dit is nog weer een aparte subcategorie. De mensen die juist niet meer van het podium te krijgen zijn. Maar als je gastoptreden bent, dan moet je wel... Eigenlijk word je wel geacht een stuk beter te zijn dan de deelnemers. Ja, nou ja, daarom dacht ik, is dat lastig? Maar dat is helemaal niet te zeggen. Want onder die deelnemers kan namelijk gewoon Hans Theo zijn. Ja. Of Sander Wallis de Vries. Of Najib, weet je wel. Ja. Die hebben allemaal... Er staan laatste natuurlijk Casper van der Laan. Die zijn steengoed. Ja. Die zijn vaak, zeker inmiddels, maar ook toen wel, vaak al jaren bezig. Hebben daar echt het allerbeste wat ze in huis hadden net gedaan. 20 minuten lang, een half uurtje lang. En dan kom jij als gezettelde naam, misschien met het try-out materiaal, wat nog helemaal niet zo goed is. En dan kan het gewoon lelijk tegenvallen. Het kan ook zijn dat jouw genre daar niet in het pannetje valt die avond. En ik ging toen een wat toneelmatig cabaret doen. Ik speelde eigenlijk met een vierde wand bijna. Ik speelde een televisiepresentator die op de play zat. En net op het moment dat de eerste drol viel, hoorde hij de tune spelen. Want hij moet al op. En er waren een scènewisseling dat je wegrent van de play en dan opkomt. En dat contrast. Maar dat hadden we nog niet zoveel gerepeteerd. En... Dat eiste ook nogal wel wat van het publiek, om dat allemaal te snappen. En het was de eerste of de tweede keer dat ik überhaupt met Margot op de planken stond. Dus het was best een ingewikkeld ding. We hadden ook flink gerepeteerd. En we hadden onze twee technici. En de lichtman zat helemaal boven in Groningen, in de Groningse Schouwburg. Die is heel hoog. Ja. En het lichthok was toen nog ver weg. Dus die zat wel goed. Dus het doek ging op en je zag mij in mijn blote reet op een play zitten met mijn rug naar de zaal toe. En opeens begint in de verte zou moeten die muziek spelen. Maar dit muziekje, dat kwam niet. Hè, dat zou na 4 seconden, als de eerste grinnik om mijn blote kont verdwenen was, zou dat muziekje komen. Maar dat muziekje kwam niet. En nog steeds niet. En nog niet. En uiteindelijk, en ik kreeg ook daar ter plekke bijna echt diarree, want ik had bij een Mexicaan gegeten vlak ervoor. En ik merkte, je bent toch al zenuwachtig. Ja. En ik zat een beetje aan de dunne. En ik denk, ik zit hier in mijn blote reet voor 750 mensen. Want die hele zaal zat stampvol. En dat muziekje, waar we 3 weken op gestudeerd hebben, dat komt nu niet. Dus dat, ik kon ook niet zo gauw bedenken wat er los was. Want meestal, als het aan de machine ligt, dan zo'n technicus herstelt zich altijd binnen een seconde of 10. Ja. Maar het kwam echt niet. Dus toen siste ik naar opzij. Ik zeg, doe het maar weer dicht, want we beginnen opnieuw. En mijn zender stond ook niet aan, dat merkte ik ook. Ik zat te praten voor me uit, verkeerde kant op. Ik had wat tekst en die kwam niet de zaal in. Wat dus ook een hele slechte zaak is, want mensen horen geluid, beseffen dat het voor hen bedoeld is, maar kunnen het niet verstaan. Ja. Dus aan alle kanten ging dat meteen mis. En toen ging het doek weer dicht. En begon de hele zaak 10 minuten later pas weer opnieuw. En we kregen geen poot aan de grond daar. En daar sta je dus. En ik was toen veel op tv al wel. En ik had met Zak en As wel een forse naam opgebouwd. Maar ik begon helemaal opnieuw. Dat was na Zak en As. En in die zaal was niemand daar benieuwd naar. Want het was nog niet mijn nieuw programma. Er was nog geen pers geweest. Niemand wist waar ik mee bezig was. Zak en As was gestopt. En ik had een tv-carrière. Dat was wat mensen wisten. Dus wat ik daar kwam doen precies, wisten ze niet. Nou, dat wisten ze na dat halve uur nog steeds niet. Want er is echt door 750 mensen niet één keer gelachen. En Margot, die dat natuurlijk al helemaal niet gewend was, die ze nog minder kende dan mij, die het zweet liep in stralen over de rug. En dan kom je dus na afloop,
Toen daarna kwam de jury, ja. Godzijdank. Die begonnen die kandidaten af te branden, want die waren ook niet zo best. Dat was sowieso een slechte editie van het Groningen Studenten Cabaret Festival. En dan kom je dus, dat heb ik later ook nog wel meegemaakt. Dat is het echt, het vind ik het allervervelendste van het vak. Niet eens zozeer op het podium kan het misgaan, maar dat je dan na afloop tussen de mensen merkt dat ze je vermijden. Omdat ze je niet willen, ja, ze willen niet vertellen wat ze ervan vonden. Ja. Of ze vragen alleen maar van, wat vond je er zelf van? En er moet zeker nog wat aan de teksten gewerkt worden. Dat soort dingen van, ja. Van mensen die dan inmiddels, terwijl ze dat zeggen, rondkijken van waar kan ik heen? En dan voel je je werkelijk zo verschrikkelijk kut. Dus dan wil je alleen maar naar buiten. Ja. Ik heb denk binnen 10 minuten met mijn tas gepakt. En ben de nacht ingelopen. Wat een catastrofe was dat. En later hoorde ik van mijn technicus wat er aan de hand was. En dat is echt het meest historische domino-rampenverhaal uit mijn carrière. Die gozer, die was nog in de koffietent. Want het zijn hele lange pauzes bij die festivals. En op een gegeven moment, ze hadden hem niet gewaarschuwd. Dus de hele zaal zat al vol. Zijn maat had hem ook niet gewaarschuwd, de lichtman, want die zat dus in een hele andere cabine. Die dacht, hij zal het wel snappen, we beginnen. Dus hij rende als een gek naar die zaal, omdat hij besefte, we gaan al beginnen. Erik zit er al met zijn kont. Komt uit op het eerste balkon, want dat gebouw is nogal ingewikkeld. Dus staat, terwijl hij mijn geluid aan moest zetten, op het eerste balkon. Rent vervolgens, heel knap, alsnog naar beneden. Want hij denkt, ja, 10 seconden is ook goed, 15 seconden is ook goed. Stort zich uiteindelijk beneden op die mengtafel en ziet dat alle snoeren daaruit zijn getrokken. Want zijn voorganger, die dus die kandidaten had geschoven, die had gedacht, nou weet je wat, hij begint na de pauze helemaal opnieuw. Dus ik trek al mijn spullen eruit, dan kan hij al zijn spullen erin doen. Maar dat was niet overlegd. Oh. Wat er vervolgens op het podium was gebeurd, want daar wordt altijd gevraagd van of iedereen klaar is. Iemand had gezegd, zit Paul klaar? Zo heet mijn technicus. Weer een ander zag mij zitten. Herkende mij niet, dacht dat zal Paul wel die zijn. Die zit klaar. Die zit klaar. Dus aan beide kanten, zowel in de zaal als op het podium, ging alles mis wat er mis kon gaan. Dus hij had nog in geen kwartier dat allemaal weer in orde kunnen krijgen. Dat heeft het dus ook inderdaad uiteindelijk geduurd voor we alsnog konden beginnen. Waardoor die zaal ook weer, dat is heel irritant, als je in een donkere zaal waar het moet beginnen, 10 minuten moet wachten. Weet je, dat rampzalig. En dat was dan de allereerste keer dat lastige experimentele programma van de grond moest komen. De Helder Lul heette dat. En dat heeft toen een voet in de aarde gehad. Dat heb ik later nooit meer meegemaakt, hoe ingewikkeld dat was. Maar uiteindelijk ging het goed. Het is van de grond gekomen, het had aardige recensies. En ik heb het er met Margot, denk ik, 180 gespeeld of zo. Het was wel een te gek programma. En maar hoe ga je dan de volgende keer dat je die show speelt, het podium op? Nou, we hebben toen echt 2 maanden geleden. Margot heeft in de pauze zitten janken in de kleedkamer. Ik kan dit niet meer, dit is verschrikkelijk. Ik heb 1 keer zelfs gezegd, nou, we kunnen ook gewoon excuus maken, die mensen, geld terug. We gaan in de pauze, we stoppen. En toen zei ze, nee, dat doe je nooit. Dat doe je niet. Toen heeft ze mij er doorheen getrokken. Maar omdat er geen reactie kwam? Of omdat, ja, omdat we zelf stonden te kloten en dat er daardoor inderdaad weinig reactie kwam. En je duidelijk ongemak in de zaal merkte. Weet je, cabaretpubliek is over het algemeen best beleefd in Nederland. Maar er zijn grenzen. En als mensen echt het niet volgen en er gewoon geen zin meer in hebben. Jeez, dan wil je toch wel heel graag weg, hoor. Maar uiteindelijk hebben we toen, met een nieuwe regisseur en alles, toen hebben we de schouders eronder gezet. En in een maand tijd hebben we het toch speelbaar gekregen. En toen het eenmaal liep, zoals altijd, toen kwamen we erachter wat we eigenlijk hadden gewild. Maar het was eigenlijk iets boven onze macht toen nog, die vorm. Ja. Ik kwam gewoon uit het ensemble cabaret en Justus schreef die teksten. En ik had opeens een compleet toneelstuk geschreven met 12 rollen, waarvan ik er 6 speelde en Margot 6. En dat speelde zich in een tv-studio af. Ook grappig. Ik had een stampvolle tv-studio geschreven, waarin mensen allerlei stommen. Nou, dat warming-up wat jij deed, daar had ik een parodie op gemaakt. Ja. Met een opnameleidster die applausjes vraagt en zo. Dat was toen nog, inmiddels weet iedereen hoe dat werkt, maar was toen nog wel een beetje hot. Maar in de zin dat mensen niet wisten dat dat gebeurde? Of? Nou, het vervelende is, als er 13 mensen in de zaal zitten, dan is het vrij lastig om een volle tv-studio te spelen. dus die hele opening ging toen al, wat dat betreft, sowieso de mist in. Dat is een hele arrogante opening als je uitgaat van een volle zaal. dus dat moet je, dat zijn allemaal kleine foutjes die je maakt. Nooit
in het begin schrijven op applaus of volle zaal, wat dan ook. Want je weet helemaal niet wat je in het begin aantreft. En het programma wat ik daarna maakte was in dat opzicht eigenlijk nog riskanter. Ik had toen een soort kamikaze mentaliteit, geloof ik. Maar ja, ik had heel veel krediet en goodwill vanwege de televisie. En de Helderlul is uiteindelijk ook toch best goed besproken. In alle kranten stonden wel goede verhalen. Dus ik durfde er nog wel een. En dat werd toen solo, want Margot die is gevlucht toen. Nee, zij was en is echt een actrice. Dus zij wilde toch haar carrière als actrice vervolgen. En is veel later alsnog weer de comedy ingegaan. Maar dat volgende programma heb ik samen alsnog weer met Justus van Oel geschreven. En dat was helemaal een vierde wand ding. Dat was een complete, zo'n one-man toneelstuk. De Mensenvriend. Over een vent die enorm in de problemen komt omdat hij zijn kop terugziet in een pornofilm. En dat was niet helemaal de bedoeling. En ik speelde ook alle figuren om hem heen en zo. Dat was uiteindelijk een heel vernuftige, leuke voorstelling. Met veel goede sketches en grappen. Maar cabaretpubliek is niet zo heel oké met de vierde wand. Want anders was het wel toneelpubliek geweest. Ja. Die willen toch uiteindelijk dat je in het moment zelf, als iemand zit te knisperen met een chipzakje, dat je daar wat van kan zeggen. Maar als ik in een videotheek sta een toneelstukje te spelen, ja, dan kan ik niet reageren op iemand die met zijn chipzakje bezig is. Dus dat leverde een hele rare tournee op. Want ook dat programma kwam uiteindelijk helemaal goed. Het was echt een heel vernuftig goed programma. Maar zijn er dan in die tournee ook momenten geweest dat er inderdaad iemand zit met een chipzakje of meer tuurlijk, waar je op... Ja, waar je eigenlijk op zou moeten reageren. Wat is het grootste wat je hebt moeten negeren? Onrust in een zaal in Den Bosch van mensen die het gewoon echt niet snapten. En die gingen zitten ouwehoeren op het balkon. En ik kon in mijn stuk, ik bedoel, op het moment dat je dan uit je stuk stapt en daar iets van gaat zeggen, ja, dan is het stuk definitief helemaal voorgoed naar de kloten. Ja, want als je er daarna weer terug ingaat, dan gelooft helemaal niemand het meer. Dus ik heb daar gewoon doorheen moeten spelen. Maar die mensen bleven lullen. En uiteindelijk werden ze, geloof ik, na een kwartier of zo tot de orde geroepen door andere mensen uit de zaal. Maar volgens mij was dat een jong koppel of zo. En die hadden er gewoon helemaal geen zin meer in. Na een half uur. Hoe onmachtig voel je je? Die begonnen hardop met elkaar op het balkon te praten. Ja, dan voel je je totaal onmachtig. En de ellende met dat programma was dat ongeveer 1 op de 5 voorstellingen kreeg ik de sleutel niet in het slot. In deze voorstelling was het zo, ik begon wel op het publiek, maar na 10 minuten ging de vierde wand neer en begon dat verhaal. En in de goede zalen, die waren er ook zaten, was het juist geweldig. Want het was wel iets nieuws. Die credits kreeg ik ook. Er waren een paar recensies die me daar veel credits voor gaven. Want dat was op dat moment in het cabaret eigenlijk nog vrijwel niet vertoond. Freek de Jonge maakte wel toneelmatige voorstellingen, maar die bleef altijd op het publiek spelen. Ja. En dit was echt een one-man toneelstuk met cabaretmiddelen. En godverdorie, 1 op de 5 keer trokken ze het gewoon niet. En was het dus eigenlijk voortdurend voor mijn gevoel lichte onrust in de zaal van wanneer wordt het nou leuk? Wat ze dan in een comedyclub ook op een gegeven moment gaan roepen. Van als mensen op de improavond vragen, hebben jullie een suggestie? Dat ze roepen, yes, tell us something funny. Weet je, dat soort gelul. Maar dat was bij deze voorstelling niet mogelijk. Dus ik heb toen echt een hele zware tournee gehad. Ook omdat ik voor het eerst in mijn stomme eentje in de coulissen stond van tevoren. Dat doe ik nu weer. Maar daar moest ik toen wel erg aan wennen. Ja. Als ik met zak en as had ik 7 jaar gezellig rondgetrokken. En dan is het laatste kwartiertje voor opgaan, vind ik voor solo-artiesten wel heel zwaar. Vind ik heel vervelend. Ja? Ja, er zijn natuurlijk, ik heb 100 collega's die dat gewend zijn en die niet beter weten. Maar als je ensemble cabaret gewend bent en stond te tafelvoetballen tot 8:13... en darts te gooien en geintjes te schoppen en alles. Nou, ik kan het nu weer omdat ik een pianist bij me heb. Maar ik heb dat echt nodig, een beetje sparren achter de coulissen. En eigenlijk ook op het podium. Ik ben geen geboren solist, dat is inmiddels al wel duidelijk. Ja. Hoi, Wouter hier. Stem op Elektra via www.podcastawards.nl en vraag je vrienden om dat ook te doen. Of word crewmember van het virtuele jongerencentrum Elektra. Als crewmember ontvang je consumptiebonnen die je bij een show van mij in kan leveren voor een drankje. En je krijgt toegang tot de Elektra podcast. Dat zijn extra afleveringen van Elektra waarin ik met allerlei artiesten praat over hun rampoptredens.
of het is bonusmateriaal bij bestaande afleveringen zoals deze van Erik. Wil je ook bij de crew horen of eenmalig een bijdrage leveren? Ga dan naar www.petje.af/elektrapodcast. En je betaling gaat heel eenvoudig en veilig met Ideal, bankcontact of via je creditcard. Petje.af/elektrapodcast. Oké, terug naar Erik. Zijn er bij jou ook wel eens dingen daadwerkelijk door de show heen geroepen? Je had het net aan, bij de comedy gebeurt het wel eens. Ja, bij Zak en As gebeurde dat inderdaad nog alles. Zeker bij die losse optredens. En ja, helemaal als je voor scholieren gaat spelen. Hebben we ook wel gedaan. We kwamen in het Hofpleintheater in Rotterdam. Dat was ook ons eerste programma. En toen hadden we ook drie beetje glimmende jasjes aan. Echt vreselijke jasjes, achteraf zeker. En toen kwamen we op en dat was een mbo-zaal. Daar zaten 250 mbo-leerlingen. Ja, dat is praktijkonderwijs. Ja. En we haalden adem voor dat eerste liedje. Homo's! En daar was een groot deel van de zaal het wel mee eens. Dus ik weet werkelijk niet hoe we ons daar doorheen hebben geslagen. Maar ook één grote tering zo in. Maar dan besluit je inderdaad gewoon. Jongens, we worden betaald. We waren hiervoor gewaarschuwd. Het bekende CKV-probleem ook door de jaren heen. Dat er zo'n hele groep zit die met z'n allen lawaai maakt. Ja, de culturele en kunstzinnige vorming. Culturele en kunstzinnige vorming. Nou, leerlingen ja, dat, die verplicht moeten dat, gaan kijken. Dat is bij heel veel cabaretiers wel. En ik neem aan dat jij dat in de podcast heel vaak bent tegengekomen, dat begrip. Het komt vaker voor, het inderdaad. Het spook van de CKV. En ik moet zeggen, met Zak en As. Het meest nerveus ben ik ooit geweest voor een avond in Pepijn in Den Haag. Dat ken je natuurlijk ook heel goed. Ja. Maar daar zit je ook bij de ingang, zo dicht op je publiek. Dat is echt bijna. Het is kleiner dan menig comedy store. Ja, ja. Dus ze 94 lopen, mensen. Ja, ze lopen door je kleedkamer, zeg maar. Je ziet en hoort iedereen die binnenkomt. En daar kwam op een gegeven moment, toen wij ook nog heel shaky waren met een programmaatje wat we net 3 of 4 keer hadden gespeeld. Moeilijke teksten allemaal, veel uit je kop leren. En daar kan je niet veel afleiding hebben, gewoon eigenlijk op het podium. Dan wil je gewoon in een keurig zaaltje wil je gewoon je nummertjes af kunnen draaien. Dat was toen met Zak en As. Het was denk ik een half jaar nadat we dat festival hadden gewonnen. Dus we stonden echt nog niet zo stevig op de planken. In Pepijn, jongen. En toen kwam er zo'n hele rup van de 80 die erin konden, waren er 60 in rokkostuum en al bezopen studenten. Oh, en dan zit je dus dat laatste half uur, want ze kwamen ook lekker op tijd, weet je wel. Ze zaten om 7:30 allemaal. Maar dat. Ik heb toen 7 kleuren stront gescheten en er was maar 1 heel klein wc'tje. Dus iedereen had daar plezier van. Om de beurt moesten we. Maar dat werd uiteindelijk, omdat we echt tot de tanden toe gewapend opkwamen, werd dat wel een goede avond. Want die lui hebben we toen overwonnen. Ja. Omdat ze uiteindelijk wel luisterden en uiteindelijk waren die teksten goed. En het, ze waren gelukkig net niet dronken genoeg om echt vervelend te blijven. Dus nee. Maar je gaat eigenlijk op je muil, omdat je dingen wil verkopen waar het publiek of de omstandigheden helemaal niet op dat moment geschikt voor zijn. Dus het is altijd een mismatch. En als de match goed is, kan je best een keertje zelf slecht zijn, maar dan loopt het eigenlijk altijd wel goed af. Ja. Maar als ze niet voor jou betalen, iemand anders heeft jou geboekt, zeg maar, ze verwachten je niet, en je doet een genre waar ze helemaal geen zin in hebben. Je bent of aan een of te netjes of te grof juist, of te veel muziek of te weinig muziek, weet ik veel. Als die mismatch er is, ja, dat is toch wel. Ik denk dat muzikanten dat overigens nog veel vaker meemaken. Maar die kunnen dan ook lekker gewoon doorspelen. En die maken kunnen muziek. Die kunnen niet slecht spelen, want die spelen. Maar als je rappen niet doorkomen en je scherpe blik op de wereld niet gewaardeerd wordt, godverdomme, dan sta je wel in je koude piemeltje, hoor. Wat is de grootste mismatch die er ooit is geweest tussen jou en een publiek? Solo of met Zak en As? Dat was uit die vroege tijd met Zak en As wel. Toen werden we echt wel eens geboekt links op een soort congres of zo, waar ze het echt niet snapten. Of waar ze gewoon waar ze met elkaar wilden praten. Ik denk dat dat reclameverhaal wat ik net had, zal vermoedelijk. Dat is de enige keer dat we gewoon van het podium zijn afgestapt. Gewoon klaar. Weg. Na 10 minuten of zo. Terwijl we een half uur zouden optreden. Dat is me uiteindelijk nooit overkomen. Maar wat ik eigenlijk veel erger vind, is die sluipende ondermijning van je autoriteit als je voelt dat de zaal er gewoon eigenlijk niet zo zin in heeft. En dan komt er ook uiteindelijk een vrij mager slotapplaus, weet je wel. Niet 1 keer terugkomen, weet je wel. Meteen weggestorven. Ja. Ja,
dat is heel en lief. Heb je dat ook wel eens gehad dat je als je een programma speelt met pauze, dat je dus dat in de eerste helft al voelt, ja. En dan nog... Dat is wel een belangrijke reden om die pauze er ook op een gegeven moment uit te gooien. Nee, de belangrijkste reden om pauzes overigens eruit te gooien is dat je... het stelt dramatisch toch wel wat eisen als je na de pauze weer moet beginnen. Je moet gewoon twee keer de spanning opbouwen. Ja. En je bent ook gewoon, ook voor je technici, je bent altijd eigenlijk dan pas om 10:30, 11:00 klaar. En dat werd mij gewoon te laat. Want ik wil altijd heel graag nog, zeker een uur na afloop, met mensen ouwehoeren en eens even horen hoe het allemaal was. Ga je altijd voor je in? En ook hoe het met het theater gaat. Ik ken langzamerhand die theater allemaal zo goed. Dat meestal is er ook wel een programmeur of een directeur die er ook is om met mij te lullen. Dus ik ben altijd na 20 minuten ongeveer ben ik klaar en in de bar. En dan nog eens een keer een half uurtje. Dus ja, en voor je het weet ga je dan om 00:30 nog eens terugrijden uit Den Helder of Hogeveen. Dus zonder pauze is ideaal. Ja. Je zei net al, wat de fijne dooddoeners achteraf met hoe vond je het zelf? Er moet nog vast wat daar geschreven worden. Daar heb ik ook echt wel ruzie over. Wat is de pijnlijkste die iemand ooit tegen je heeft gezegd? Vooral ook, hoe ging het? En dan van zo'n directeur die dan bijna in dezelfde zin meedeelt dat hij het zelf niet gezien heeft. Want hij had nog werk te doen. Zat hij gewoon op zijn kantoor. En dan gaat hij wel bij de deur staan om bij de mensen te luisteren wat ze ervan vonden. En of ze wel vrolijk genoeg waren. En daarna aan mij vragen hoe ik het zelf vond gaan. En toen, dat was in Venlo, toen ben ik echt ontploft. Ik zeg, wat is dat nou toch voor vraag, man? Kom dan gewoon kijken. Wat koop ik hier nou voor? Sodemiet erop. Toen ben ik gewoon weggegaan. En heel veel jaar daar niet meer gespeeld. Ja, dat vind ik heel vervelend. Gezagsdragers in de Schouwburg... Dat gebeurt niet zo vaak. Hoe ging de betreffende avond in Venlo? Die was matig. Het is daar sowieso. Het was daar altijd behoorlijk moeilijk. In dat theater. Inmiddels niet meer, want ze hebben een hele leuke kleine zaal in de Maaspoort. Okay. Dat is een geweldige zaal. En die doet het wel. Maar die grote zaal van hen, dat was een crematorium. Wat nooit vol zat. En heb je een idee waar het dan aan ligt? Dat het in zo'n specifieke zaal niet werkt? Nou, Venlo is echt wel ander publiek. Dat zijn toch Limburgers. En dan ook nog van het specifieke, de Duitse kant, zeg maar. Dus die hebben wel een hele eigen humor en cultuur. En die willen best om grote namen lachen. We kwamen er op een gegeven moment ook best weg. Maar het was nooit makkelijk. Zo gek genoeg in Maastricht altijd wel. Dat is het gewoon een soort randstadpubliek wat meteen meeging. Maar Venlo altijd een beetje kat uit de boom kijken. En ook, dat vonden wij zo jammer, zelfs met Diederik toen in de hoogtijjaren, nooit vol. Altijd 200 lege stoelen. En dan komt die rollende lach niet. Alle plekken waar je dat gewend bent, want we kwamen daar vaak laat in de tournee. Dus dan ben je al helemaal verwend met dat altijd op precies dezelfde momenten de zaal wordt afgebroken. Ja, en daar werd hij niet afgebroken. Dus we kwamen al een beetje sip van het podium. Het was gewoon een zware avond geweest. Dat heb je wel eens. En dan komt zo'n vent en die heeft een kruiswoordpuzzel zitten maken. En die vraagt dan hoe het ging. Man. Ja, dat is ik vind het sowieso vervelend als echt ontzettend kut als directeur of programmeurs er blijk van geven dat ze er zelf eigenlijk niks, dat ze alleen maar geïnteresseerd zijn in wat hun publiek ervan vond. En zelf geen enkel gevoel of idee hebben voor wat jij daar stond te doen. En gelukkig zijn de meesten echt andersom. De meesten voelen dat beter aan dan het publiek. En die hebben zoveel ervaring en zoveel gezien. Maar er zijn er elke keer weer van die horeca-jongens, weet je wel, die gewoon geen idee hebben van wat dan ook. Maar die runnen dan wel zo'n zaal. Gadverdamme. En ik ben bang dat dat wel steeds meer wordt. Want ja, zalen blijven niet meer overeind straks. En dan gaan ze het ook uitbaten. En dan komen er gewoon 4 congressen per week. En dan wordt er een manager opgezet. Ja. En ja, die moet arrangementen verkopen en hotelkamers en lekker eten en spullen. En ja, die nodigt alleen maar gegarandeerde succesnummers uit. En dan kan je zo'n theater cultureel gezien eigenlijk wel afschrijven, ja. Want heb je in die zin, merk jij het verschil tussen... volgens mij de jaren 80, 90, dat theaters en nog goed in de subsidie zaten. Maar ook de periode dat als er cabaret op de poster stond, dat de zaal goed vol zat. Zeker. En nu de periode dat er inderdaad veel meer gekeken wordt naar, nou ja, misschien dat je een leuk programma hebt, maar wie komt er naar je kijken? Ja. We moeten die stoelen vullen. Nou, het zou aan twee kanten moeten snijden. De markt strenger wordt, omdat er gewoon zo ontzettend veel jong talent, noem ik het dan maar positief. En je kan ook zeggen, veel te veel would-be grappenmakers en mensen ja, die,
die veel zien op YouTube en die denken, dat wil ik ook. Dat is al vanaf de jaren 90 aan de gang. Kinderen die beroemd willen worden. Mijn impresario vertelde dat ze met een busje van de ouders gekregen en een complete headset op zich aanmelden om mee te doen aan het Leids Cabaret Festival. Dat is voorgekomen. Het was niet gebruikelijk, maar dat soort dingen gebeurden in die tijd. Van ja, ik heb besloten, ik word cabaretier. Ik moet alleen nog eventjes dat festival winnen en daarna ga ik het land rond. Ja. En geen idee verder wat ze te berden hadden te brengen of wat rijmt of wat niet. Echt geen idee. Dus dat gebeurt en dat daar een harde schifting in plaatsvindt. Maar ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ik bedoel, zelfs redelijk succesvolle cabaretiers zijn er geweest die na een jaar of 8, 9, 10 of 3 programma's soort van uitgeput, opgebrand waren en alweer moesten inbinden. Of zelfs zijn gestopt. Ja, dat gebeurt volop. Maar wat ik kwalijker zou vinden is als er inderdaad eigenlijk alleen grote zalen grote bedrijven overblijven die alleen podium bieden aan mensen die minimaal 500, 600, 700 man trekken. Ja. En dat kan eigenlijk alleen maar als je op televisie beroemd bent geworden. Heel misschien inmiddels, maar dat is toch van nog kortere duur, kunnen ook vloggers en YouTube-sterren even volle zalen trekken. Maar nou ja, dat is natuurlijk echt heel gauw bekeken als blijkt dat ze dat natuurlijk niet kunnen. Anderhalf uur boeien is heel anders dan een leuke vlog van 10 minuten. Ik was in de Oosterpoort met Dr. Anders P. Vorig jaar. En daar stond programma over Dr. Anders P. Het programma over Dr. Anders P. Ja, nee, de man zelf is... Dat zou hem heel smakelijk zou heel leuk geweest zijn, ja. Maar om die er nou bij te zetten, elke keer in die kist. Nee, wij spelen Buigt Allen mee voor Dr. Anders P. Kleine zaal, dat is nogal een grote kleine zaal. Dat is een geweldige... Het is echt een leuke zaal. En dan hadden we veel plezier en... Daar kwam een heel oplettend publiekje kijken. De echte Groninger, Fine Fleur, die nog de dokter Anders nog kende. Dat was heel leuk. Maar we konden moeilijk parkeren en verder bij de bar komen. Want in de grote zaal, waar 1200 mensen in kunnen. Dat is eigenlijk een popzaal. Daar stond een meisje wat make-up verkoopt. En daar was een wachtlijst voor. En dat meisje hield gewoon met een goede lichtshow. Die huren natuurlijk wat dure jongens in, ja. Die daar wel wat van maken. En die heeft gewoon de praatje klaar, want die heeft een vlotte babbel. En daar zaten gewoon 1200 meisjes tussen de 12 en de 16. Die moesten dat zien. Maar ik stel me dan zo voor dat zo'n meid maakte natuurlijk een geweldige tournee. En misschien nog eentje. Maar ja, dat verder... Ja. Als ze het er één keer gezien hebben, dan is er... Bovendien komen er per week meiden bij die nog populairder zijn en nog jonger. Dus dat hele dat circuit tel ik volstrekt niet serieus mee. Maar zalen gaan daar dus, als je niet uitkijkt... Kijk, ja. Inmiddels is alles anders vanwege COVID. Maar als zalen daarop gaan boeken en programmeren... Ja, dan ben je wel ver van huis. Ja. Maar ook op zo'n avond, die zaal zit helemaal vol. 1200... Bij mij ook. Bij mij zaten er 450, ja. Ook helemaal vol. En ik had die grote zaal beslist niet volgekregen. En dat had ook niet gemoeten, want daarvoor is het programmaatje niet leuk. Nee. Dat moet je niet in zo'n grote zaal hebben. Maar raakt dat jou of steekt dat jij er staat met geweldig materiaal van Dr. Anders P. En je eigen carrière? Totaal niet. Nee, dat echt niet. Nee, ik vind iedereen krijgt qua publiek precies wat hij verdient. Daar ben ik heilig van overtuigd. Als jij het goed doet en slim doet en er is een buzz om je heen... Of je nou 20 bent of 80... Freek maakt nog steeds veel programma's. En soms is er een buzz om zijn nieuw programma. Dat je zegt, god, dit is zo'n goede Freek. Ja. Deze moet je weer zien. En soms is het, ja, hij moest zo nodig nog een programmaatje maken. En nou ja, dan zullen zijn zalen niet zo vol zitten. Maar als de buzz er is, en hij heeft ook een heel slim plaatsingsbeleid. Hè, hij staat dus een week nog weer in hele specifieke theatertjes. Die ook hun best voor hem doen. Daar in Amsterdam zijn er een paar van dat soort speciale dingen. Maar zelfs in Vlaanderen. En dan regelt hij het zo dat ook hij bomvolle zaaltjes heeft. En dan eindigt in de nieuwe Lamar, waar er dan wel degelijk 600 zitten. Uit zijn vroege barst in de middenzaal. Dus dat kan, het is onafhankelijk van leeftijd. Het gaat puur om wat jij dat jaar presteert. En als jij een gemakzuchtig flutprogramma maakt... Ook al zitten je grootste fans in de zaal, die gaan dat doorvertellen. Die zeggen, nou, deze kan je beter even overslaan. Even overslaan, ja. Ja. Je bent het zelf. En als je moe wordt of het allemaal niet meer ziet... of denkt ik moet de wereld anders benaderen dan met grappen... wat heel goed kan op zekere leeftijd... dan moet je dat gewoon doen en dan moet je stoppen. En moet je niet al te moeilijk doorkloten. Dus ik bekijk dat van jaar tot jaar.
ik ben er helemaal niet van overtuigd dat ik over 10 jaar nog op de planken sta. Er is ongelooflijk veel fenomenaal cabarettalent waar men misschien wel veel meer behoefte heeft dan aan mij. Maar ik heb wel het allerbeste Dr. Anders P-programma. Ja. Dat kan niemand meer nadoen. En daar ben ik dan trots op en dan ga ik dat lekker spelen. Ja. En volgend jaar ga ik weer iets anders verzinnen. En heb je wel eens na een specifieke show of een programma op het punt gestaan om te zeggen, ik stop ermee, dit is... Of dat je misschien op één avond gewoon het podium afkomt en denkt, oké. Per avond heb ik het wel gehad. En dan met name in die fase dat ik... dat duurt overigens nooit langer dan een avond, hoor. Maar het stomme is, ik rijd bijna altijd opgewekt terug. Door de adrenaline en doordat het natuurlijk toch bijna altijd wel goed gaat zo'n avond. Je haalt eigenlijk altijd wel een 7, 7,5. En veel liever haal je 9. Nou, dat is niet elke avond zo. Nee. Maar ik rijd eigenlijk altijd... Zoals bijna iedere artiest terug van, ik heb het godverdomme weer geflikt. Ik heb zijn poepje laten ruiken, ik heb mijn geld verdiend. Dan ga je ook stoppen bij de pomp en dan ga je toch vreten. Noem het allemaal maar op. Je gaat verkeerde dingen doen s'nachts, want je bent high. Je bent eigenlijk high. Nou, het gekke is, ik ben bijna 60 en dat is nog steeds zo. Nog steeds, dan rijd ik muziek hard. Dat lees ik ook van Dolf Jansen en van Erik van Souwers. Iedereen heeft dat nog steeds. Oh, zeker als je met een paar in de auto zit. Muziek gaat hard, afsluitdijk. We're going home. En dat is een te gek gevoel. En als je een avond hebt, ik had dat anderhalf jaar geleden in Hoorn. Daar had ik een aardige voorstelling gespeeld. Niks bijzonders, maar hij was aardig. Het was een hele zware voorstelling, dat was een solo. Dus ik moest dat was echt een grote voorstelling. Bijna 2 uur in een stomme eentje. En om die er goed doorheen te trekken, moest ik elke avond mijn best doen. Dat ging nooit vanzelf. Omdat het niet een hele makkelijk toegankelijke voorstelling was. En wat maakt dan het verschil dat je zegt, ik moet mijn best doen? Zit hem dat in de energie die je erin nee, stopt? Nee, dat zat hem in het moeilijkheidsgraad van het programma. Je hebt wel eens programma's, die heb je gewoon zelf gemaakt. Die waren op maat, zowel voor jou als voor het publiek. En je merkt, als je dat 30 keer gespeeld hebt, ja, dit is het gewoon. Ja. Heerlijk, oh nou dat nummer, oh, daar komt dat eraan, lekker. Dit was een programma, daar zaten best een paar lekkere nummers in. Maar ook een paar die echt lastig waren. Echt gewoon lastig. Qua thematiek, nummers waar opzettelijk niet zoveel om te lachen viel. En die moeten het dus hebben van spanning, van verbijstering, van meedenken. Ja. Een heel filosofisch verhaal over de vrije wil. Waarbij ik het publiek een beetje betrek. En daar moeten ze wel zin in hebben. Elke avond spannend. Ja. Nou, dit was zo'n avond, dat had ik inderdaad een 7 plus gehaald. Het was best aardig en ik kreeg een goed applaus en ik had mijn geld verdiend. Maar er was na afloop niemand om mee te praten. Ik heb bijna altijd wel kennis in de zaal, vrienden of er komen fans die altijd komen. Ja, precies. Of er is een programmeur of een ding. En ik liep daar met mijn glaasje rond en er was ook niemand die vroeg, kom er even bij staan of wat ook. En toen dacht ik, ik ben hier alleen naartoe gereden, ik ga nu alleen weer naar huis. Mensen hadden misschien wel net zo goed een andere cabaretier kunnen zien vanavond. Weet je wat, zoek het uit. Toen ben ik ook binnen 10 minuten ben ik in mijn auto gestapt. Ik heb zelfs mijn technicus niet gezegd wat ik altijd doe. En toen was ik inderdaad somber. Toen dacht ik, ik kan natuurlijk ook gewoon stoppen. En dat is inmiddels iets van anderhalf jaar geleden. En die tournee heb ik toen eigenlijk vrij goed afgemaakt. Daar was weinig fout mee. Maar ik besefte toen wel dat in je eentje optreden. Want ik heb eerst met Zak en As, toen met Diederik samen. Altijd 2 technici erbij. Toen ik weer alleen ging met een band eerst. Daar heb ik toen nog met Schettino die prijs nog gewonnen. Dat was met 5 man op het podium. Dan heb je die gezelligheid. En toen ben ik 2 programma's helemaal solo gaan maken. De Olieworstelaar en De Oplossing. En dan loop je toch tegen dat soort momenten aan. Ja. Ik voelde totale vrijheid. Vooral ook bij het maken. Dat vond ik het grote winst ervan. Ik weet nu hoe het is om van A tot Z alles zelf te doen. Ik zei het met Koos Terpstra, met de regisseur. Dat was dan het enige. Ja. Maar verder met niemand iets te maken. Je kan ook elke avond helemaal zo inrichten als je wil. Je kan dingen weggooien, je kan nieuwe dingen bedenken. Je kan tempo maken, je kan alles. Je hoeft op niemand te letten. Dat vond ik te gek. Maar de existentiële eenzaamheid van in je stomme eentje op pad zijn. En met name in je stomme eentje een half uur van tevoren door die catacombe dwalen als die zaal open gaat. En een beetje voor je uitneurien en een beetje met een stuiterballetje gooien. Ja, dat is na 20, 30 keer gaat dat toch wel een beetje pijn doen, hoor. Dus ik zit erop te zinnen hoe ik dat kan voorkomen.
laatste waar ik altijd benieuwd naar ben. Een van de leukste dingen die ik me herinner uit jouw werk is een sketch. En ik kan me niet herinneren uit welk programma of in welke samenstelling. Maar over, dat is een voorzitter of zo van een Nederlandse club. Ja, klopt. Ja. En over een gezelschap wat bij elkaar komt voor benefieten. Ja. And every Thursday night, yes. We eat and drink as much as possible. In a shortest time as possible and start grabbing each other's wives for the rest of the night. Precies. Mr. Barendrecht heette die. Dat is het. Ja, Mr. Ja. Barendrecht. En ja. Of every Gilder. Every Gilder, weet ik het. 1 cent goes to the poor people in the poor countries. The gap between the rich and the poor. Yes, who do not have a nail to scratch their bottoms. Vreselijke man die uit de cricketwereld afkomstig was. Ja. Ik wilde inderdaad vragen, ja. Dat is zo'n treffend ding. Ja. Dat moet haast wel... Ja, ik heb mijn hele jeugd lang heb ik crickettoernooien gespeeld. En cricket was een heel merkwaardig, elitair bolwerk heel lang in Nederland. En dat soort mannen organiseerden dan die toernooien. Je had Molly Geertsema, dat was een hele prominente VVD'er. En tevens kasteelheer. Overigens een hele, tussen aanhalingstekens, linkse VVD'er. Heel interessant. Een hele libertaire man. Maar die praatte onwaarschijnlijk bekakt. En die opende dan zo'n toernooi. Want dat heette dan het Molly Geertsema toernooi. Alleen het feit dat zo'n Molly heet. Weet je, Molly. Met zo'n choker. En dan om 10 uur 's ochtends. En dan vaak ook in heel slecht Engels. Want daar deden altijd Engelse teams mee, ja, in die toernooien. Dus dan ging die in een dramatisch bekakt Nederlands-Engels. Ging die de Young Boys of Appleby College in Cambridge ging die dan welkom heten. En ook na afloop zo'n belangspeech. Wij huilden van het lachen altijd. En toen heb ik op een gegeven moment een keer op mijn eigen cricketclub zo'n man nagedaan. Gauw voor een jubileumpje of zo. En die heb ik toen meegebracht later naar Diederik. En gedacht, die stem kan ik nog wel eens gebruiken. Alleen, er was wat meer nodig. Kijk, voor die cricketers was het al genoeg, ja, dat het ging over cricketen. Maar ik wilde hem laten ontsporen. En toen is hij in die vuiligheid geraakt. Van dat hij met de young people in the third world. Ze lopen gewoon over je heen, godverdomme. Met die massages en zo. Toen is het zo'n smeerlap geworden. En toen nog weer iets later heb ik de oplossing gevonden. Want je moet ook weer van zo'n man af. Dat is altijd heel lastig. Vaak is het eind kut van die sketches. Omdat het begin te leuk was. En toen heb ik hem in zijn eigen broek klaar laten komen. Dat zat steeds te kneden. En ja, op een gegeven moment. En dan riep hij uiteindelijk. Oh, dat was hem al. En dat was altijd helemaal in orde. Maar ik heb heel gek met die sketch een keer op het punt gestaan om een grote fout te begaan. Die sketch wou in het begin niet zo. Ik was met Pieter Bouwman en Diederik op pad. Ja, dat was Pieter Bouwman, regisseur. Ja. Bekend ook van de Mannen van de Radio. De Mannen van de Radio en Radio Begijk. Ja. En Pieter was toen, het was ons eerste programma, Mannen van de Wereld, 1997. Pieter was mee en wij stonden in Heerenveen en het was al 3, 4, 5 keer was die man deed niet wat wij verwachten. Er werd wel een beetje om gelachen, maar niet echt. Ja. En als je zo staat uit te sloven met zo'n hele stem en alles, ja, dan moet of de zaal gaan huilen of je moet hem weggooien. Ja. Er is geen middenweg. En dat lukte maar niet. En ik stond in de coulissen. En Diederik stond daar Boudewijn Bugna te doen. En dat was altijd geweldig. En die liep weg. En toen dacht ik, ik ga hier gewoon 1 stap verder nog met die man. Ik hou die hele speech met mijn lul uit mijn broek. En het idiote is, ik stond 10 minuten lang dat te overwegen. En echt, mijn leven trok aan me voorbij. Want ik dacht, nu gaat het erop. Of ik doe het, of ik doe het niet. Ga ik het doen? Doe ik het niet? Ik had hem al uit mijn broek hangen. Ik zweer het je. Hij hing uit mijn... En ik had dus zo'n keurig pak aan met een vest. En het hele idee dat die mensen dus heel langzaam elkaar aanstoten. Zouden ze, ja, maar nee, maar zou die nou, heeft hij echt? En gewoon met dat glas en gewoon doorpraten. En net doen of hij er niet hangt. En op het allerlaatste moment heb ik hem weer opgeborgen en niet gedaan. Maar door de krankzinnige spanning die ik in mezelf had opgebouwd, heb ik die man toen daar 10 keer zo vies gemaakt. Heb ik voor het eerst in mijn broek zitten kneden en ben ik klaargekomen. Gewoon, ja, zo'n eigenlijk op dat moment stand-up comedy van anything goes. Nu moet het gebeuren. En daarmee was het nummer gered. Dus ik had mezelf in een onmogelijk pakket gebracht. En uiteindelijk is dat nummer, dat heb ik nog denk ik 12 jaar daarna gedaan. Tot en met in Carré heb ik het een hele week lang voor 2000 mensen opgevoerd, dat ding. Toen we met het Leids Cabaret Festival 25 jaar bestonden, hadden we een hele avond met Kees Toorn en Sanne Wallis de Vries en Najib en Jack Spijkerman. Alle grote winnaars van het festival. Lebbes en Jansen. Hartstikke mooie avond. En daar kon ik elke keer als pauzenummer Mr. Barendrecht doen.
En als ik Najib tegenkom, dan begint hij nog... Het eerste wat hij roept is... Tremendous career you have. Ik noemde hem ook altijd Najib. Dus als ik hem begroet, is het altijd... How are you doing, Najib? Maar deze Mr. Barendrecht is een grote vriend in mijn leven geworden. Ja. Jezus. Oh, maar die ken jij dus van YouTube waarschijnlijk? Nee. Want jij is ook... Na Willem Oltmans is dat mijn best bekeken YouTube dingetje. Ja. Nee, maar jij hebt hem toen gezien. Die ken ik gewoon van tv. Ik denk dat ik de voorstelling ook gewoon in de zaal heb gezien. Ja, maar het was in 97, 98. Dus het kan heel goed dat je hem gezien hebt. Ja. Ik vind het ontzettend leuk van echt stokoud worden. Is dat er mensen die een hele grote carrière hebben. Die komen dan vertellen dat ze op hun 12e met hun ouders naar jou gingen kijken. Want dat ken ik natuurlijk alleen in mijn hoofd. Van ik ging naar Paul van Vliet en naar Toon Hermans. Ja. En die heb ik inderdaad allemaal wel gezien. En daar praat je dan de rest van je leven over. Maar Jeroen Woe bijvoorbeeld, dat was een groot cabaretliefhebber, zijn vader ook en zo, die gingen naar alles kijken. Dus ja. Die gingen naar elke voorstelling van Zakkenaas. Die kende hele stukken uit zijn hoofd. Ja, nou, mijn broer en zus die zijn een aantal jaar ouder dan ik, respectievelijk 5 en 8. En ik weet dat een van de twee of allebei naar Zakkenaas in de Schouwburg waren geweest destijds. Oh ja. Ik was een jaar of 10, 11. En ik vond dat heel erg jammer dat ik niet mee was. Later dat het op tv was, vond ik het geweldig. Die hebben jarenlang nog een poster gehad. Moet je nagaan. Ik vind het heel jammer dat ik tegen mensen kan zeggen... ik moet plassen. En dat niemand daar het beeld van Justus van Oel... met een dartbord voor zijn hoofd bij heeft. Oh ja, precies. Ja. Nou, dat weten ook nog maar heel weinig mensen. Ik moet plassen. Ja, och man, met dat dartboord. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel eens misgegaan. Maar Justus had een soort kogelvrij vest aan op dat moment. Dat was dan toch wel nodig. Want de laatste pijl gooide ik in zijn bord. Moet je scène even vertellen, dat is me goed herinner. Hij was politiek gevangen. Hij was een politiek gevangen en ik ging hem martelen. En hij hield een dartboord voor zijn kop. En daar gooide ik twee pijltjes in. Ja. Dat ziet er al eng uit. Het eerste pijltje gooide ik sowieso door zijn haar, vlak over zijn hoofd heen. Maar hij had dat bord er wel voor, maar toch... Maar ik kon in die tijd heel goed darten. En ik had me altijd flink even op dat moment voorbereid. En ik stond heel dichtbij. Maar toch, als je een pijltje, een echt pijltje... het eerste pijltje moest in het bord, want het moest wel heel ziek klinken natuurlijk. Ja. Je moet duidelijk zijn dat het stalen pijltjes zijn die blijven bekleven en geen papier. Ja, het tweede pijltje ging vervolgens door zijn haar naar achteren. Dus dat vond Justus zelf ook altijd het minst leuke moment. En het derde pijltje gooide ik onder het bord, recht in zijn buik. En daar had hij een soort harnasje had hij voor, wat hij om had gebonden iets eerder. En daar bleef dat pijltje gewoon in zijn buik steken. En de eerste keer dat wij dat allemaal gingen repeteren en oefenen, toen bleek gewoon dat ik... ik stond thuis altijd te darten tot diep in de nacht. Met Diederik van Vleuten, want die woonde vlak bij mij in de buurt. Dus ik kon het echt wel een beetje. Dus ik zei, nee jongens, dat komt helemaal goed. En toen bleek dat ook. Toen gaf ik een paar demonstraties van, kijk, dan gooi ik hem hier, dan gooi ik hem daar. En toen zei Fred Florissen, die ons toen nog regisseerde, die zei, wat ben jij toch eigenlijk een vreselijke man. Fred vond het heel erg dat iemand kon darten. Dat was, ja, dat deed je niet. Net zoals je geen tatoeages hebt, kan je niet darten. Ja. Dus Fred zei uit de grond van zijn hart, wat ben je toch eigenlijk een vreselijke man. Ik vind het sowieso zo'n goede opmerking. Een heel leuk beeld als ik in mijn hoofd de Co's, Tom Pees en de Barneys naast Diederik van Vleuten en Diederik van Huizing gezet. Een pijltje gooien, ja, dat is toch hilarisch. Ik ga heel even naar jouw wc. Hoi, Wouter hier. Stem op Elektra via www.podcastawards.nl en vraag je vrienden om dat ook te doen. Wat is voor jou om af te ronden, de belangrijkste fout die je ooit hebt gemaakt? Waarvan je nu erop terugkijkt en denkt, ah, fijn dat ik dat verkeerd heb gedaan, want dat ga ik nu nooit meer de mist mee ingaan. Dat is... Je kan dat natuurlijk op hele grote schaal zien in je hele carrière. Ik denk dat ik echt een vol jaar te vroeg ben gestopt met ook dat nog. Maar dat is gewoon puur praktisch achteraf gezien. Het consumentenprogramma, ja. Dat had best nog de adem voor mij. Ik was gewoon te arrogant. Ik dacht, ik heb dat niet nodig. Ik had ontzettend veel mensen in de zaal die voor het tv-persoontje kwamen. Het werd heel goed bekeken. Er keken 3 à 4 miljoen mensen naar. Ja. En we waren close-up in beeld, 50 minuten lang. Het was razend populair, vooral Sylvia Millekam. Maar wij in haar kielzog toch ook best.
En het zat op die zondagavond met Verkoot en de Bee en met Studio Sport en zo. En ja, ik had aan alle kanten voordeel. Ik kreeg snabbels, de deuren gingen open. Burgemeesters wilden mij ontvangen. Het is niet te geloven wat echte tv-populariteit met je doet. In no time. En ik was 26 en ik had net één kind. Dus ik kon het ook allemaal prima gebruiken. Ja. Maar ik had wel de arrogantie dat ik was ook al 10 jaar bezig met dat theater. En dat op te bouwen in kleine zaaltjes en studenten. Nou, alles waar we het eerder over gehad hebben. En wij vonden onszelf met zak en as nog steeds best een beetje on the edge. En ja, ik geneerde me toch een beetje voor die televisieroom. En Diederik en Justus hadden daar ook apert last van. He, als we ergens kwamen, dan werd ik meteen in een draagstoel gehesen. En Justus herkende ze niet. Want die schreef wel mee ook, toch? En ook dat nog? Of ik me ja, dat ze schreef allebei en ook dat nog mee. En daar gold hetzelfde voor. Ja. Zelfs wat ik bij ook dat nog deed, had Justus vaak geschreven. Dus die voelde zich regelmatig behoorlijk in zijn kuif gepikt. En dan maakten we daar wel grappen over. Maar het werkt altijd door, zoiets. Ja. Dat is altijd kloten. Wij zijn samen op school begonnen. En dan gaat de ene met de spotlight vandoor. En de andere doet wel heel veel hard werk. Maar moet ploeteren. En dus ik dacht dat ik op dat moment helemaal artistiek in mijn recht stond om te zeggen, ik had 42 afleveringen gedaan. Ik wist ook op dat moment dat dat is precies het aantal afleveringen wat Monty Python ook ooit gemaakt heeft. Dus het is een soort natuurlijke spanningsboog. Meteen je vergelijken met de grootste. Ik dacht, 42 is helemaal niet zo weinig. Dus ik zei, ik stap eruit. Nou, die hele KRO op zijn kop, woedend. Aad van de Heuvel woedend. Van, ja, wat krijgen we nou? We hebben godverdorie de hit van de eeuw. En een hartstikke leuk team. En we hebben toch gezellig met elkaar. En we gaan uit eten. En we worden ieder jaar beter. En dan stap jij op. Waarom? Ja, toen had ik inderdaad een wat arrogant verhaal over het type publiek. Wat ik, ik wil niet dat mensen letterlijk mijn naam scandeerden bij het slotapplaus. Ja, dat is verschrikkelijk. Wat Erik de Vogel later overkwam toen hij hoofdpiet werd bij de intocht. Dat daar gewoon honderden mensen met spandoeken en spreekkoren Ludo Ludo stonden te zingen. Ja. Serieus? Dan is dus de lol van de intocht van Sinterklaas is wel een beetje weg. Ja. Dus uit die mentaliteit ben ik toen opgestapt. En achteraf dacht ik dat zowel voor dat programma, wat het echt wel verdiende, als voor mijzelf, wat het heel, nog heel goed kon gebruiken, ben ik eigenlijk een jaar te vroeg stoer gaan doen. Want het maffe was, dat had ik dus niet in de gaten. Maar een half jaar later trok Justus de stekker uit zak en as. Want die had hetzelfde, alleen die was op het hele genre uitgekeken. Die wou geen cabaret meer schrijven, die wou toneel gaan maken. En daar had hij met ons niet genoeg overlegd. Maar hij zag, Diederik en ik waren 4 handen op 1 buik toen. Hij zag ons helemaal richting types maken en tv-room en nou, laat die maar schuiven. En hij dacht, ik ga de kunst in. Ik word de nieuwe Peer Wittenbols en Paul Hane en ik ga schrijven. Nou, dat is hij ook gaan doen. Hij heeft een paar ongelooflijk mooie dingen gemaakt. Maar ja, geld verdien je er niet mee natuurlijk. Dat is altijd ellende gebleven voor hem. Scenario-schrijvers worden in Nederland heel erg slecht betaald. Ja. En moeten zichzelf elke keer opnieuw waarmaken. Hij had een enorme serie geschreven. 12 delen, Najib en Julia. Prachtige serie voor de AVRO. Nog een carrière gelanceerd van menige jonge acteur en actrice. Theo van Gogh regisseerde het. En daarna moest hij gewoon weer als een schooljongen met een opstel, moest hij weer opnieuw komen vragen of hij iets moest maken. Ze deden net alsof hij dat nooit gedaan had. Ja, dat zijn wel hele frustrerende dingen. Maar als ik praat, nou, die fout, dat was een soort carrièrefout wel. En fouten die in de zaal maakt, ja, die zit hem toch vooral in de opening. Als je, die heb ik ook heel vaak anderen zien doen. En ik ben er zelf ook wel in getuind. Als je meteen de zaal begint aan te pakken en te popie en te direct in die mensen hun energie gaat zitten, dan verpest je het. En daar was ik volgens mij al vrij goed achter in het begin jaren 90. Dus die fout heb ik later niet zo vaak meer gemaakt. Maar heel soms, weet je, bij snabbels, dan heb je nog wel eens dat je overmoedig bent en dat je meteen te hard erin gaat. En dan krijg je ze vaak niet meer terug. Weet je er een voorbeeld van, dat je er te hard in bent gegaan? Nee, voor mezelf heb ik niet zo gauw een goed voorbeeld. Maar ik weet dat het gebeurde. En dat we ook try-outs, dat je het programma moest veranderen, omdat de opening gewoon te direct was. Maar ik heb het Jack Spijkerman vooral ook een keer zien doen. Dat was toen een groot voorbeeld in Bellevue notabene. En die ging meteen de zaal inlopen en mensen beledigen en uitschelden. En dat sloeg op dat moment helemaal nergens op, want we hadden nog niks misdaan. En hij kreeg het hele publiek nooit meer terug. Ik weet niet meer in welk programma het was. Misschien is hij daarna ook, heeft hij zich ingebonden. Maar toen dacht ik meteen, nee, dat, doe nou niet. Ja. hier zijn we nog niet.
zeg maar. Ja. En verder, ja, je maakt ieder jaar opnieuw fouten. Dat kan niet anders. Het is een trial and error vak. Ja, absoluut. En het duur moment dat je formules hebt die je in kan vullen, dan kan je beter stoppen. Dat geldt denk ik voor koks en voor schilders en voor cabaretiers. Het is allemaal kunst. Nieuwsgierig blijven, ja. Top, dankjewel. Nice. Dat was hem, de Elektra podcast met Erik van Muiswinkel. Vergeet niet te stemmen voor Elektra podcast op www.podcastawards.nl. Volg Erik op social media en ga hem zien bij een theater bij jou in de buurt. En voor alle andere manieren om Elektra te steunen en te volgen, ga je naar www.elektrapodcast.nl. Tot de volgende Elektra. Hoi!